Ik kijk hoe een cel werkt. En daar kijken we vooral naar het transportsysteem binnen een cel. Een cel is eigenlijk heel klein, maar binnen zo'n kleine cel heb je eigenlijk nog een hele wereld zitten. En één deel daarvan is een transportsysteem waarmee de cel onderdelen of eiwitten van de ene kant van de cel naar de andere kant waar het onderdeel benodigd wordt, kan sturen. We hebben zeker al iets ontdekt. We kunnen nu transport in de cel niet alleen bekijken, maar we kunnen ook actief met licht sturen. En dat is heel interessant, want dan kan je een bouwsteen op een bepaalde plek in de cel neerzetten en kijken wat dan de functie of de effect van die positie is. Het leuke aan wetenschap is dat je heel vrij mag zijn. Je kan heel creatief over je eigen proeven nadenken en samen puzzelen hoe je bij een bepaalde antwoord kan komen met een set van experimenten. Dagen zijn eigenlijk heel verschillend. Sommige dagen zit ik echt aan één stuk 9 uur in een kleine donkere kamer achter een microscoop. En dat kan best saai zijn, maar dat is ook eigenlijk juist de plek waar je dan echte ontdekkingen doet. Dus je wacht eigenlijk een goede cel te vinden waar het systeem wat je hebt opgebouwd perfect werkt. En daar maak je dan een filmpje van, wat je dan later kan analyseren. Dat is een ander deel van mijn werk. Ik zit veel ook in mijn kantoor en analyseer die data die ik van de microscoop heb gekregen. En schrijf natuurlijk ook daarover. Ik denk dat je als wetenschapper heel creatief moet zijn om goede proeven te kunnen bedenken die je vragen beantwoorden. Je moet verder doorzettingsvermogen hebben, want het zit niet altijd even goed mee en niet elke proef werkt de eerste keer. Maar als het dan werkt, is het natuurlijk juist om zo leuker. Daarnaast is het goed als je met veel mensen samen kan werken, want we werken juist in teams aan dezelfde of soortgelijke vragen om elkaar te helpen. Ik denk dat wetenschap niet alleen voor grijze professoren is. De meeste ontdekkingen worden eigenlijk door jonge promovendi gedaan in het lab. Een hele fijne, enthousiaste groep mensen die eigenlijk een beetje aan hun eigen hobby werken. Want je moet het zelf heel leuk vinden om deze baan te kiezen. En zo ben ik ook eigenlijk zelf promovendus geworden. Niet alleen om een lab te kiezen wat heel goed onderzoek doet, maar waar ook mensen zijn met wie ik goed kan samenwerken. En dan wordt het eigenlijk pas echt leuk. Faces of Science.